kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. Welkom weer terug bij een nieuwe video op Rotjoch. En we zitten in Mindtopia. Ik sta buiten bij het politiebureau. Want het is tijd om weer aan de slag te gaan als politie. Want ik ben nu fulltime politieagent. Met mijn politiebadge in de hand. Zal jullie heel blij mee waren natuurlijk. Dus dank jullie wel voor alle felicitaties. Dank jullie wel voor al die duimpjes omhoog. Omdat ik politieagent geworden ben. Super tof. Gaan we vandaag voor de 2000 likes. We gaan het proberen. Let's go. Hopelijk heb ik wat cases in mijn... In mijn dingen, hallo. In mijn dingen staan. En ja, voor mij mijn postvakje, want hier staat het. Politie en Rotjochie. Nou, als we allereerst altijd even in deze chest kijken. Nou, er zit dus helemaal niks in. Dat is dus niet zo chill. Er zit niks in. Dus dat is op zich juist wel chill, want dan heb ik niet zoveel te doen. Neem ik een kijk, altijd bij lopende acties. Is helemaal leeg. Het houdt dat niemand de taken zijn. Dus al uitgedeeld als er taken zijn. En dan ga ik zoals altijd natuurlijk volgens het systeem wat ik bedacht heb. Waarom ik dus inderdaad gepromoveerd ben tot normale agent. En dat Heretor een heel goed woord voor mij gaat doen. Heb ik al een klein beetje nieuws van. Want ik ben al aangesproken door een andere soort politiechef. Inderdaad over, nou, misschien hebben we jou nodig in een andere stad als Mindtopia. Dus moeten we nog even kijken. Ik ga binnenkort misschien een sollicitatiegesprek houden erover. Want het gaat hartstikke goed. Want mijn rating, ik heb al 4 mensen opgepakt. Echt, ik heb al 20 mensen bekeuringen gegeven. Ik ben gewoon een harde agent. Nou, postvakagent Rotjochi. Ah, ik heb weer 2 nieuwe cases. Van de vorige 2 cases van de vorige video heb ik opgelost. Daar gaan we. De eerste is schadevergoeding. Beste politie, de Nausea King was bij Biertopia, dus naast mij, de Red Light District, toen waren de deuren dicht waren en vanaf was het tegen de buiten aan de deuren en ramen aanslaan. Oei. We eisen een schadevergoeding voor. Villa Condaula is ooggetuige en heeft ook een boekje geschreven. Ik had mijn telefoon bij me, dus er zijn foto's. Dat klopt. Killer Eva heeft mij op Skype heeft ze mij wat berichten gestuurd. Want hey, kijk, dit zijn de screenshots, dit zijn de foto's, dit zijn de bewijzen. Hij heeft inderdaad voor de ramen, heeft hij op de deur geslagen, dat is niet cool. Maar dat is niet echt bewijs. Maar hij heeft ook gescholden in de chat. Dus dat ga ik zien, want ik wil graag aangifte doen tegen de Nausea King. Om 21:20 stond de buurt, werk nou voor met Killer Eva. Hij heeft ons geslagen, ook tegen de deuren. Hij heeft bewijs, klopt. De Killer Eva kijk aan het recht, dat heeft ze met mij gedaan, dus Villa Con Laura. Het zijn eigenlijk een beetje 2 mensen die dezelfde case hebben tegen de Nausea King. Volgens mij zag ik die gast net buiten staan. Maar, bewijs heb ik. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst natuurlijk een gesprek gaan houden met een van die mensen online nieuws. Villa Con Laura is online. Top, ja. Kijk, ik ga gewoon laten zien. Want wilden jullie ook heel graag. Jullie wilden graag zien hoe het is. Dus ik ga gewoon naar ze toe. En dan ga ik ze gewoon aanspreken hoe zijn werking gaat. Daar gaan we. Hatseflats. Oké, dan gaan we eerst naar. Daar staat toevallig de Nausea King. Hopelijk blijft hij gewoon staan hier. Maar dat moet voor geld goed komen. In de bank. Ik veel. Dus heeft de zaken te regelen met Duffy. Nou, wij gaan in ieder geval naar Laura. Heet ze. Villa Con Laura. En dan ga ik een gesprekje hebben. En kijken wat er aan de hand is. Want ze is uitgescholden. Want als je in de service geldt. In plaats van bijvoorbeeld het scheldwoord krijgen je sterretjes. En er werd een stelletje egoïstische sterretjes. Volgens mij stond dat in die screenshot. Die zijn bestuurd dat ze gescholden had. Dus daar ga ik vanuit dat het zo is. Want het is gewoon bewijs. En ik ga gewoon kijken wat er aan de hand is. Want dan kan ik ze aan. Kan ik niet oppakken voor het op deuren slaan en zo. Want daar is geen bewijs van. Maar er is wel bewijs van dat hij gescholden heeft. En dat is natuurlijk verstoring van de publieke. De openbare orde. En dat is natuurlijk wat we niet willen. Dat mensen de openbare orde verstoren. Want het zorgt alleen maar voor chaos in Mindtopia. En chaos wil ik voorkomen. Want ik wil gewoon een hele goede agent zijn. En ik wil gewoon zorgen dat iedereen zich op zijn gemak en helemaal veilig voelt hier in Mindtopia. Nou, we gaan gewoon een lekker loopje doen. En we zullen het allemaal wel zien. Oh, wat drukt hier dan, man. Ja, want eten is er weer. Dus Martje, mijn manager van mijn Red Light District. Ik ga trouwens even hier kijken. Een sollicitatie van DMG The Flow. Ik zit gewoon erin. Dus dan gaan we het laten zien. Hallo, hallo. Hoi, iedereen. Ik ben even aan het werk. Ik ben even aan het werk. Dus ik heb mijn kleertjes aan, dus ik ben aan het werk. En ze werkt bij de Biertopia. Ja, kijk, daar staat ze. Hallo, Laura. Ben je daar? Goedemiddag. En ze is op Teamspeak. Hallo, Laura. Hoe is het? Hi. Ja, wel goed. Ik ben een beetje geschrokken. Ja, ik ben hier natuurlijk... Ik ben natuurlijk inderdaad voor de briefje die je gestuurd had. Vertel, wat is er nou precies gebeurd? Nou, hij sloeg op de ramen en op de deuren. En hij schold mij uit en mijn collega, Killer Eva. Ja, ik had bewijs gezien. Wat zei hij precies? Hij zei egoïstische en toen kwamen de sterretjes. Dus dat klopt in ieder geval. Dan ben je inderdaad, ben je dus niet aan het liegen, dat is duidelijk. Want die screenshot stuurde inderdaad van Eva maakte een screenshot met de telefoon ervan. En dat is hem naartoe gestuurd. Gelukkig. Wat deed hij dan? Hij wilde er niet mee stoppen. En hij wilde er niet mee stoppen. En zijn naam was? De Nausea King, hè? Nausea King. De Nausea King. Oké. Hey, er is een probleempje, want er hangen niet echt, volgens mij, nee, hier hangen geen camera's.
Nee, dat klopt. Birko heeft geen camera's opgehangen. Dus inderdaad, ik kan niks bewijzen over het ramen bonken en ramen intikken. Want de ramen staan er nog en de deur is ook nog helemaal heel, zie ik. Daar kan ik iets mee doen. Maar door het bewijzen dat mijn telefoon die opgenomen is door Killer Eva... en dat dan mij toestuurt dus op Skype... kan ik inderdaad laten zien van... hey, je hebt gewoon de openbare orde verstoord... en dan kan je een boete van krijgen van €500. En dat... en dan gaat eventjes... nee, het is geen cel. Ja, het is wel even een celstraf van een uurtje... om even te laten zien van... hey jongen, het is niet de bedoeling wat je doet. Ben je het daarmee eens? Is het goed? Ja, zeker. Ja, kan je het goed dat is zo handelt. Ja, natuurlijk. Ik wil gewoon zorgen dat iedereen zich helemaal veilig voelt in Mindtopia. En ik ga natuurlijk niet die jongen een hele zware straf geven. Want hij is net nieuw in de stad. Misschien in zijn oude stad mocht dat wel. Dus we zullen het zien. Wat hij daarna gaat doen. Oké, dan ga ik meteen aan de slag voor je. Kun je het bij Eva even doorgeven? Ja, dat ga ik zeker doen. Hartstikke bedankt. Dan bedankt voor je tijd eventjes. En dan ga ik aan de bak voor je. Ja, dank u wel. Fijne dag, werk ze. Dank u wel, hetzelfde. Dank u. Oké, nou, dat is heel simpel. Laura is er en ze was heel aardig. Goeie microfoon ook, dus het is chill maar dat ze op de Teamspeak wel meewerken natuurlijk met dit stukje. Dus dat is fijn. Laura, haar klacht ga ik nu bewerken. Ik moet kijken naar Nausea King. En die stond net in het boekje, die stond net bij de bank. Dus hopelijk is hij hier nog. Nee, volgens mij heeft hij een zaakje daar af te handelen ofzo. Dus we gaan even kijken naar Nausea King. Inderdaad, hij gaat van mij gewoon een boete krijgen, €500. Ik moet hem toch echt even een uurtje in de cel stoppen om even af te koelen. Zo werkt dat, als een soort van... waarschuwing, net als bij Patrick Boy toen de tijd van een paar uurtjes. Maar Nausea King is de eerste keer. Ik geef hem een waarschuwing en gewoon even een uurtje afkoelen in de cel. Van oké, ik ga het niet meer doen. Want de volgende keer wordt het natuurlijk zelfs nog groter als hij het weer doet. Want dan luistert hij niet en dan leert hij niet van zijn fouten. Dus ik ga hem opzoeken en hopelijk staat hij er nog. Ik zie hem op die fine. Ja, daar heb je hem. Oké, ik ga even naar hem toe lopen. Ik ga even een stukje rennen. Moet wel kunnen, joh. Ik heb goede conditie. Fitheid 60. Het kan beter, maar ik ga er niet aan werken. Ik vind het wel goed zo. Oké. Hallo, Nausea King. Oh, hallo, Dylan, hi. Hi, hey. Voor we beginnen, wat is je echte naam? Ik ben Matthijs. Oké, Matthijs, luister jongen. Ik heb een slecht nieuws voor je, man. Ik heb gehoord dat je laatst onrust verstoord hebt in de server. Is dit waar? Ja, dat kan kloppen. Ja, kan je mij misschien vertellen wat er is gebeurd? Ik wou graag bier kopen bij Biertopia, alleen toen was het dicht, maar er stonden wel werknemers binnen. Dus toen wouden ze de deur niet openmaken en toen begon ik op de ramen te slaan en de deur te slaan. En ik had toen iemand uitgescholden. Oké. Nou, dat was niet heel handig. Nou Matthijs, ik vind in ieder geval heel goed dat je heel eerlijk erover bent. Daar ben ik echt heel blij mee, want heel veel mensen zeggen, nee, doe ik niet. Het is vorige keer Patrick en jij bent gewoon, je geeft tenminste toe wat er aan de hand is, dus dat is fijn. Ik had ook bewijs tegen je, gelukkig hoef ik niet zo ver te gaan. Weet je wat we doen? Kom maar even mee anders. Kom maar even mee. Oh, gaan we even naar het bureau. Ga ik het even afhandelen netjes binnen, zoals het hoort. Nou, de eerste keer dat je hier binnen bent natuurlijk. Hoop ik wel. Ja, de eerste keer. Gelukkig. Nou, goed. We gaan hier even naar de stoel in de hoek, weet je wel. Misschien heb je wel eens gezien de opnames ooit. Dit is natuurlijk de stoeltje. Ga lekker zitten. Nou goed, Matthijs. Helaas moet ik je toch wel echt straffen ervoor. Want het is natuurlijk niet goed wat je gedaan hebt. Het is netjes en goed dat je toegeeft. En normaal gesproken zit hier een celstraf op en een boete van €500. Want je hebt eigenlijk de openbare orde verstoord. Want dat is wat je doet. Je zorgt ervoor voor ruzies in de server. Je dreigt ze niet, maar de dames in de winkel voelden zich niet meer veilig in de stad. En dat willen wij natuurlijk niet in Mindtopia. Maar omdat je zo eerlijk bent geweest en zo vriendelijk, want dat is hartstikke chill dat je dat doet. Ik wou je een celstraf geven, maar omdat je zo eerlijk bent, ga ik je geen celstraf geven. Dus dat komt eigenlijk neer, uiteindelijk je krijgt een boete van €500. Ben je het daarmee eens? Vind je het prima om te betalen of moet ik het van je bank aftrekken? Nee, ik heb geld. Oké, ik kan wel betalen. Wat ik even doe is even bekeuring. De Nausea King voor het verstoren van de openbare orde in Mindtopia. Boete €500. Sign. Rotjoch. Boete. Nee, het is natuurlijk niet Rotjoch. Dus ik heb het gedaan, maar... Boete. Nou, ja, doe ik gewoon. Prima. Sign and close. Top. Dan €500 is het even afbetalen, ja, jongen. 2, 3, 4, 5. Oké, nou goed dat je zo lekker meewerkt. Ik ben er blij mee. Niet zo'n brutale snotaap. Heb je ervan geleerd? Ja, zeker. Ja, gewoon niemand meer uitschelden, weet je. Ze zijn allemaal lekker vriendelijk op de server en de steden zeker weten. Vooral als het binnenkort openbaar gaat. Dan is de kans heel groot dat als je dit soort dingen doet, je inderdaad een stad moet verlaten. Dus let gewoon goed op je acties en je daden en dan moet het allemaal wel goed komen. Want je blijkbaar ben je best wel een hele aardige gast.
Dus wat ik even doe, ik gooi het even in de chest van de boetes. Dan weet mijn chef ook dat ik het gedaan heb. Boete, nou, ja, €500 in de kist. Dan laat ik je gewoon weer vrij. Want geen straf voor jou, want je bent eerlijk geweest. Dat verdien je dan wel. Let gewoon op je woorden, je hebt er spijt van. Dus ga je gang. En dan wens ik je nog een hele fijne dag, jongen. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Nou, dat was dus Matthijs, de Nausea King. Leuk dat hij er was. Ja, goed. Het was dus duidelijk gewoon een normale speler. Helemaal nieuw op de server. Zijn microfoon was niet altijd best natuurlijk. Het geeft niet. Niet iedereen is een YouTuber. Maar hij werkte mee. En hij was heel eerlijk. Dus dat is iets wat ik wel wil belonen natuurlijk. Als mensen heel eerlijk zijn. En ze hebben een fout begaan. Het gebeurt wel eens. Het is niet slim. Dus daar heeft hij wel natuurlijk wel zijn geldboete voor gekregen. Hij moet wel payen voor wat hij gedaan heeft. Dat is altijd stom. Maar hij heeft meegewerkt, dus dat is hartstikke goed van hem. En ja, die zelfs van een uurtje. Ik laat hem dit keer schieten, anders geef ik wel een brief aan bij Heraton. Of hey, Heraton, luister, ik heb het laten gaan, want zo leert hij er meer van. Maar dat betekent dat ik allebei deze zaakjes, een schadevergoeding, huppakee, in de chest mag stoppen. Want ik heb ze opgelost, het is aangepakt, ik heb mijn boete gewoon betaald. Zo simpel is het eigenlijk allemaal als je politieagent bent. Gewoon nou, je plek in degene gaan van wie de klacht is. Nou, dit doet in dit geval als het Laura. Laura was lekker op Teamspeak. Ze zei van, nou, kom even mee voor het gesprek zo meteen. Dus dat is chill. En dan ga je een gesprek met ze aan en dan ga je het proberen op te lossen. Tot zover dat kan. Nou, ik kan het natuurlijk oplossen tot het einde. Want ik heb natuurlijk gezorgd dat diegene wil betalen. En het is allemaal gelukt. Dat is hartstikke fijn. Hij heeft gewoon meegewerkt. Super chill. En als die server op een gegeven moment openbaar is. En er zijn mensen die niet zoals ik OP zijn. Dan maken ze gewoon een screenshot van dat je niet meewerkt. En dan kom ik je persoonlijk halen. Want ik kan je wel gewoon combat loggen. Ook al ben je uitgelogd, kijk je gewoon tp'en in de cel. Als je dat doet, ben je het weg te nemen van een politieagent. En dan moet ik je nog tp'en. Dan word ik dus bijgehaald als chef zijnde van mijn stad. Als ik chef ga worden natuurlijk. Heb je echt een heel groot probleem. Goed, in ieder geval heb ik een sollicitatie. Ik ben Floris, ik ben nieuw hier. Ik heb de invite gewonnen bij de 100ste aflevering met David. Ik zoek werk. Hij wil bij de Red Street. Waarom vragen mij een van de Red Street dingen ze willen aannemen. Bij de gokplaatsen, daar ben ik er goed in. Hij is goed in gokken. Nog geen huis, dus je zou me moeten aanspreken. Nou, Floris, ik zal voor je kijken. Dat ga ik in de volgende keer doen, want ik vind dit even belangrijk om mijn politiezaken te regelen. Als het goed is mijn kist nu helemaal leeg. En de rest, Danny, Nice, Laurens, Papa Warlord en Ice Sword. Zoals inderdaad chef al zei, politiechef Heraton, dat ik inderdaad hartstikke goed werk lever. Dus daar ben ik heel blij mee. En je kan ook zien dat iedereen hard werkt. Dat moet je zien. Het zijn allemaal opgeloste cases van deze week. Dit zijn alles wat al opgelost is, nog meer. En ik ga het gewoon doen. Nee, ik mag niet in zijn chest kijken. Want hij heeft een camera opgehangen. Vorige keer was er geen camera. Nu hangt er ineens een camera. Dus ik ga niet in zijn kist kijken. Hallo, chef. Oké, dat ga ik dus niet doen. Dus dat is allemaal goed. Ik ga even kijken beneden. Oh, wapendepot. Zal niet betreden van de toestemming van de Heraton. We gaan misschien ooit een keertje kijken. Maar ik ga even naar beneden naar de stelletjes. Kijken of toevallig iemand in zijn cel zit. Of er iemand is op het moment. Want we gaan namelijk als volgt. Want heel veel mensen hebben het niet gezien. Ik had Patrick hierop gesloten. Jullie het even zien. Eens even kijken. Ik Bart zit hier vast. Poging tot overval. Ah, die is al geweest. Dus die moet ik even weghalen van Ik Bart. Aanklachten van de gevangenen. Dus de gevangenen, juist, die geklaagd hebben. Dat kan ook altijd nog. Dit is het volgens mij. Helemaal goed. Is dus ook nog de isoleercel hier beneden. Er zit iemand helemaal eens eentje. Jail 1, jail 2. Hier is dus de isoleercel. En in de isoleercel zit letterlijk alleen maar dit. Dit is heel kut. Nou, dat is het eigenlijk. Het is helemaal leeg. Dus ik heb alles gedaan. Mijn politietaak van vandaag zit er weer op. Ik heb iemand een boete gegeven. En diegene die gaat denk ik zijn gedrag wel beteren. Want hij wil natuurlijk wel op de openbare server blijven zoals jullie. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat lekker een blauw duimpje achter omhoog. Als je het super awesome vond. Ik vond het hartstikke leuk weer om even politiewerk te doen voor jullie. Hartstikke bedankt voor het kijken. Later een massa ziens. En ik zie jullie graag in de volgende video op mijn kanaal. Later een massa ziens en natuurlijk. Peace.